Op 7 augustus op een snikhete middag lanceerde Rob van Es zijn nieuwste boek Emotionele Integriteit. Het was digitaal, de boeklancering, om bekende redenen. En hij gaf een inleiding en overhandigde het eerste exemplaar aan Jaap Boonstra. Beide gebeurtenissen zijn inleiding van ongeveer 20 minuten en daarna de overhandiging van het eerste exemplaar ziet u in deze registratie van Zoom. Veel plezier. Emotionele integriteit is dan de titel. En je kunt natuurlijk de vraag voorstellen, zou je daar niet een wat makkelijker titel voor hebben kunnen vinden? Zoals emotiemoed of zo. Maar dat is toch iets te simpel. Ik zal zo gaan uitleggen waarom dit nou juist een goede titel is. Ik ga eens even proberen in de diavoorstelling te zetten, want dat hoort eigenlijk wel. Laten we beginnen bij de constatering dat integriteit een oud begrip is, wat eigenlijk zoals een 2500 jaar meegaat. En dat een jaar of 20 geleden opeens erg veel aandacht begon te krijgen. En ja, wij afvragen, waar komt dit nou vandaan? Nou, het komt hier vandaan. Dit is een oude foto van Indales. Die was toen in 1993 minister van Binnenlandse Zaken. En die muntte de term, of de uitdrukking, je kunt niet een beetje integer zijn. Aanvankelijk vond men dat een rare uitdrukking, maar na een paar jaar kregen ze de smaak te pakken en de overheid heeft ze er eigenlijk op gestort om daarmee te werken met dat woord. Dus het woord werd van een psychologisch-filosofisch begrip steeds meer een beleidsinstrument. Dat leidde ertoe dat je in 2003 opeens sprake kreeg van integriteitsambtenaren die met checklist langskomen en preventiemaatregelen beopen. En dat koppelen aan management- en informatiesystemen. Nou, daar was geen woord integriteit meer bij op den duur. Daar is ook wel wat kritiek op geweest. En je zou kunnen zeggen, nou ja, daar is men toch wel enigszins op teruggekomen. Ja, maar tegelijkertijd ook nee. Want kijk eens naar het Fonds Waterschappen. Dat is een overkoepelende club van de waterschappen in Nederland. Ze zitten in Den Haag. Die schrijft nog vrolijk dit jaar in dat er een grote actie is onder de titel Integriteit uitgerold. Want het moet tussen de oren komen te zitten en iedereen begrijpelijk worden gemaakt. Dat zijn defensieachtige activiteiten. Dat is top-down projectmanagement taal. En daar zitten we blijkbaar nu in met integriteit. Wonderlijk, maar zover is het dan gekomen. Is het alleen de overheid die dat doet? Nee, je ziet bij alle professionele groepen zijn ermee bezig. Dus ook accountants en controllers. Druk bezig met integriteitsvraagstukken. De mensen die ermee bezig zijn, ook degene die erover adviseren en daar nog een leuke boterham aan verdienen, die komen vaak aanzetten met dit plaatje. Allerlei begrippen die samenhangen met compliance, want je moet voldoen aan de regels. Nou, je ziet wat een ingewikkelde toestand het is geworden. En ook hier merken we dus dat het woord integriteit niet meer voorkomt. Dat brengt mij wel eens tot de verzuchting, wat is integriteit nog in dit land? En dat ontleen ik dan aan de uiterst vrije gedichten van de heer Bloem. In dit geval gaat het over de Dapperstraat, waarin hij de vraag stelt, wat is natuur nog in dit land? Nou, als ik daar mijn eigen variant op maak, dan heb ik het over integriteit. Dat moet ik dan wel met enige ironie gaan brengen, want dat was toch wel de stijl waarin Bloem opereerde. Integriteit, dat brengt ons heilzaam leven. En dan, wat is integriteit nog in dit land? Een eed of code in de bovenstroom gestrand. Compliance! Maar top-down valt vaak zo tegen. Rationele integriteit noem ik dit dus. Alles wat er zo in de bovenstroom zit. En eigenlijk is de beste vertaling daarvan risicomanagement. Maar het heeft een tijdje geduurd voordat mensen daar enigszins bewust van gingen worden. Het heeft zo weinig meer met het oude begrip integriteit te maken. Wat dan wel? Nou, dan gaan we naar Picasso. Natuurlijk, altijd een goede plek om heen te gaan. Dit is de huilende vrouw van Picasso. En dan komen we dus op dat andere begrip. Emotionele integriteit. Daar moeten we toch een beetje mee oppassen. Want het woord emotioneel heeft de afgelopen 10 jaar ook weer een aparte betekenis gekregen. Ik word er emotioneel van, zeggen de mensen dan regelmatig.
En daarmee bedoelen ze dus, ik voelde tranen opkomen door ontroering of verdriet. Oké, maar emoties zijn natuurlijk wel wat breder dan alleen dat. Het gaat bijvoorbeeld ook over woede en vrees en vertrouwen en sympathie en zorg. Kortom, er zijn er nogal wat. Dus we moeten ons niet mee laten trekken in al te kleine beschrijvingen van emoties. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn de emoties die op jezelf gericht zijn. En er zijn emoties die juist op anderen gericht zijn. En wat we in de alledaagse spraakgebruik vergeten, zijn juist de emoties die op anderen gericht zijn, zoals liefde en woede. Maar ik wil me helemaal niet concentreren in dit boek op emoties in zijn algemeenheid, want dat is een immens onderwerp. Maar ik richt mij op morele emoties. En dan moeten we toch even te raden gaan en meegaan, ons laten leiden door dat prachtige zelfportret van Marlene Dumas. Waarbij ze eigenlijk probeert te schilderen wat het is om in gedachten te zijn. En mee te gaan op de stroom van die gedachten, rationeel en emotioneel. Er zijn twee manieren om naar die morele emoties te komen. De eerste is dat je beseft dat je, wat je relatie tot anderen is. En ben ik voldoende zorgzaam ten opzichte van anderen geweest, maar zijn zij ook voldoende zorgzaam ten opzichte van mij? Is er billijkheid in onze relatie? En zijn zij eerlijk ten opzichte van mij? Behandel ik ze respectvol en word ik respectvol behandeld? Daarnaast is er de relatie tot jezelf. Ben ik congruent? Dat wil zeggen, alles wat ik vertel over hoe anderen zich moeten gedragen, voldoe ik daar zelf ook aan? Is er voldoening over de wijze waarop ik leef, moreel gezien? Ben ik tevreden met mijn eigen gedrag? En respecteer ik mezelf ook in dat opzicht? En dat hangt heel vaak weer samen met het respect dat je voor anderen hebt en van anderen krijgt. Nou, op die manier kom je dus bij de morele emoties. Maar je begrijpt natuurlijk wel dat als je over dit soort dingen wil praten, of dit soort zaken wil onderzoeken, dat je niet veel mensen thuis vindt die zeggen, ja leuk, kom dat eens bij mij onderzoeken. Want zou je dit in de praktijk kunnen doen? Moet ik dus met je mee gaan lopen de hele dag als professional? Wat doe je dan allemaal? Wat maak je mee? En wat zijn de springende momenten van morele emoties? Dus als je opeens verdriet krijgt of als je opeens kwaad wordt, dan zit ik daarbij en registreer dat allemaal aan de praat dan direct over. Ik denk niet dat dat veel mensen leuk zullen vinden. Dus mijn idee was, ik moet dat onderzoeksveld ergens anders vandaan halen. En ik haal dat van de film. Dramafilms, om precies te zijn. En die dramafilms, daar onderzoek ik de morele emoties van alledaagse professionals. En ik beperk me tot de laatste 60 jaar om technisch gezien ook nog een beetje dezelfde lijn te kunnen vinden. En ze moeten minstens een 7 hebben op de score. 7 scoren op de International Movie Database. Dat is zo langzamerhand het instituut geworden waar iedereen naar kijkt als het gaat om waardering van films. Klopt redelijk, is mijn indruk. Maar er zit wel een zeker Amerikaanse bias in. Die begint langzamerhand wat te vertrekken, omdat er steeds meer mensen uit andere continenten zich uitspreken. Nou heb ik een heleboel van die films onderzocht. En om nu dat in grote lijnen te gaan vertellen, is misschien niet zo boeiend. Ik denk dat het aardiger is als ik je laat zien hoe ik in het klein heb gewerkt. Dus we gaan even inzoomen op de wijze waarop ik gewerkt heb. Dus wat zie ik nou precies? Wat heb ik gezien als ik inzoom op een fragment uit één film? En ik wil het nu even hebben over Good Will Hunting, 1997. Die film die we hebben is bekend vooral omdat er, een mooi proces gezien kan worden tussen de therapeut en de cliënt. De cliënt zit Will, dat is Will Hunting. En de rest, en daar gaat het mij natuurlijk om, is de professional therapeut Sean McGuire. Voor de mensen zijn er niet veel dingen, maar voor de mensen die deze film nog niet kennen, moet ik toch even wat context gaan vertellen. Will is afkomstig uit een armoedige buurt in South Boston. En hij doet gewoon handwerk en heeft ook allemaal vrienden in de sfeer van het handwerk.
Maar tegelijkertijd is hij buitengewoon intelligent, heeft zeer veel gelezen, is ijzersterk in wiskunde. Hij kan eigenlijk intellectueel iedereen de baas. Hij heeft daardoor een bastion op zich heen gebouwd van ironie, sarcasme, intelligentie, snelheid van reageren. En dat is een hele harde noot om te kraken. Lukt ook niet dan. Hij komt op een gegeven moment in de gevangenis terecht en vanuit Boston University wordt gezegd, je krijgt de gelegenheid om een soort versneld programma te doen, zodat je bij ons wiskunde gaat doen. Dat bouwt de university natuurlijk. Maar je moet wel therapie gaan volgen. Hij doet een paar therapieën en dat wordt allemaal een lachwekkende verschijnsing, want hij steekt iedereen in zijn zak. Dus de therapeuten in kwestie worden alleen maar kwaad. Uiteindelijk is het laatste redmiddel om toch te gaan praten met Sean McGuire, want Sean werkt aan Boston University, maar Sean komt zelf uit dezelfde buurt waar Will uitkomt. En dat geeft hem misschien wat extra inzicht. Nou, dan is er dus het eerste gesprek, de intake kun je wel zeggen, waarin de heren elkaar ontmoeten. Sean begint heel neutraal en zegt, wie ben jij, wat interesseert jij? Zoals je dat doet bij een versnelpeld gesprek, deel 1, je gaat op zoek naar wat zijn de drijfveren en interesses van de ander, want daar wil je op doorgaan. Maar Will is buitengewoon slim en geeft nergens eigenlijk informatie over zichzelf. Hij kent dit spel, dan haalt alles af. Jean blijft proberen via open vragen stellen om toch ergens te komen. We gaan kijken naar een fragment waarin we eerst nog even iets zien van dat doorgaan met open vragen stellen. En dan ontstaat er een situatie waardoor Jean als professionele therapeut opeens problemen krijgt, omdat hij in zijn morele emoties geraakt wordt. You work out, huh? What, you lift? Yeah. Yeah, Nautilus? No, free weights. Oh, really? Yeah, free weights, huh? Yeah, big time. Yeah? Just like that. What do you bench? 285. What do you bench? You paint that? Yeah. You paint? Mm-mm. Do you sculpt? No. You like art? You like music? It's a real piece of shit. Oh, well, tell me what you really think. Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition. It's also a Winslow Homan ripoff, except you got Whitey rowing the boat there. It's odd, 1A. It wasn't very good. That's not really what concerns me, though. What concerns you? Just the coloring. You know what the real bitch of it is? It's paint by number. Is it color by number? Because the colors are fascinating to me. Are they really? What about that? I think you're about one step away from cutting your fucking ear off. Really? Oh, yeah. I think I should move to the south of France, change my name to Vincent. You ever heard the saying, any port in a storm? Yeah. Yeah, maybe that means you. In what way? Maybe you're in the middle of a storm, a big fucking storm. Yeah. The sky's falling on your head, the waves are crashing over your little boat, the oars are about to snap. You're just pissing your pants, you're crying for the harbor, so maybe you do what you gotta do to get out. You know, maybe you became a psychologist. Bingo. That's it. Let me do my job now. You start with me. Come on. Maybe you married the wrong woman. Maybe you should watch your mouth. Watch it right there, Chief, all right? Well, that's it, isn't it? You married the wrong woman? What happened? What, she leave you? Was she, you know, banging some other guy? If you ever disrespect my wife again, I will end you. I will fucking end you. Got that, Chief? Time's up. Yeah. At ease, John. At ease, gentlemen. Maar ik ben niet primair geïnteresseerd in Will, ik ben primair geïnteresseerd in Sean. Wat zie ik nou voor morele emoties in deze intake? Het begint eigenlijk bij de kwalificatie van zijn schilderij, hè? A piece of shit. Dat is het keerpunt. Die belediging wakkert Jean's strijdlust aan. Hij gaat er ook bij staan, hij komt naar hem toe en ik denk, nu wordt het serieus.
De suggestie die onmacht psychologisch geworden doet het nog meer afstand nemen. Een zekere afkeer. Hij wint zich ook letterlijk af als hij het morgen weer vindt. Let me do my job. Laten we nu maar eens serieus aan het werk gaan, want nu heb ik het wel gehad. De rotopmerking over zijn vrouw, want dat was het zonder meer, doet de deur dicht. Hij waarschuwt Wil ermee te stoppen, maar die gaat toch door en hij wordt dan woedend. En je ziet hem, denk ik, ga deze hufte bij de slot grijpen. Maar eerst zet hij voorzichtig zijn bril af. Heb je dat gezien? Dat is buitengewoon relevant. Dat is een thematiek die ik in nog 4 andere films gezien heb. En dat is een hele scherpe observatie. Heerst een beetje het rare idee dat mensen die emotioneel zijn, dat die uit opwellingen gaan handelen en eigenlijk niet meer verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Dat wordt nergens zo teruggevonden in de filosofie en de psychologie, al onderzoek die nagedaan wordt. Er is altijd een bewerking, rationeel. Dus je kiest ervoor iets te gaan doen. Dus eerst even rustig die bril zetten, want zijn ervaring is uit vroegere consultaties dat de bril wel eens wil sneuvelen. En dan pakt hij zo'n schot. Hij bedreigt hem, maar hij beseft ook heel snel de nadruk. Ja, dit gaat te ver, dat kan ik helemaal niet maken als de professionele therapeut. Einde van de intake, Will vertrekt. En die eerste spijt dringt zich op bij Sean. Dat zie je ook in de beelden daarna, dat hij in het verte brengt te staan en denkt, dat heb ik gedaan. Maar hij stopt er niet mee. Het is zijn eer daarna om nu al te zeggen, het hoeft niet meer van mij. Dus hij gaat die sessies wel degelijk aan. Wat je daarna ziet in de film, overigens, is dat hij thuis uitgebreid zit na te denken over wat er nou gebeurd is. Kennelijk heeft hij een gevoelige plek waar onze intelligente Bill onmiddellijk het mes in gestoken heeft. En daarom dat hij zo weinig professioneel handelt. De scène daarop is de scène die zo bekend is geworden. De scène waarin hij op het bankje zit te praten met Will. Dat is een krachtige solo van Williams, ongeveer 4,5 minuut, waarin hij even vertelt wat hij allemaal heeft doorgemaakt. Dus hoe je als professional tot herstel van je relatie komt, dat laat hij daar mooi zien. Maar dat ga ik nou niet behandelen, want het is 4,5 minuut met nog heel wat uitleg erbij. Dat zie je wel in het boek. Of je kan het zien in de training bij mij. Ik heb deze procedure dus toegepast op 30 dramafilms. 8 filmanalyses, heel uitvoerig. 12 pagina's een film. En 22 films wat korter. Dat leidt uiteindelijk tot een heel breed palet van morele emoties. 20 hoofdemoties, morele emoties. En ook nu kan ik zeggen, ik zou ze allemaal na kunnen lopen, maar dat wordt weer een hele sessie. Dus in plaats daarvan pak ik er 1 uit. 1 emotiefamilie, namelijk vreugde, want dat past toch wel een beetje bij deze dag. Dus de morele emotie vreugde, waar eigenlijk de emotiefamilie vreugde, welke morele emoties vallen daaronder? Nou, dat is allereerst trots. In de zin ook van zelfrespect, fierheid. Maar ook rechtvaardigheidsgevoel. Het heeft niks met theorieën te maken. Het gaat om het gevoel van rechtvaardigheid. En wat de een als rechtvaardig voelt, is niet zonder meer datgene wat de ander voelt. Het gaat ook om eer. Dus achting, erkenning, waardigheid. En het derde is voldoening, emotionele tevredenheid, opluchting. Er is bijvoorbeeld een morele last van je afgevallen. Dat is opluchting. Je ziet, bij deze vreugde hebben we dus niet de emotie springen, schreeuwen, gillen en dansen. Die zijn er ook. Dat zijn de morele emoties. Hier gaat het alleen over de morele emoties. Brengt ons natuurlijk aan de vraag, wat is nou emotionele integriteit? Want dat is de titel van het boek. En je ziet de scène waarin Williams dat precies bereikt. Hij slaagt erin zijn emotionele integriteit weer te herstellen. Emotionele integriteit is eenheid brengen in de morele emoties die je hebt. En die hebben heel wat verschillende bronnen. Ze komen uit de maatschappelijke zorg, ze komen uit organisationele betrekkingen, ze komen uit professionele waarden en uit persoonlijke waarden. Al die waarden en al die zorgen die daarbij zitten, die vragen voorrang. En zelfs ook in de bovensom zitten regels die er natuurlijk zijn gemaakt om bepaalde waarden te representeren. In de onderstroom zitten voornamelijk emoties. Nou, wat is er nou voor jou echt in het spel? Daar moet je een afweging in maken voor jezelf. En voor jezelf en voor je naaste moet je dat kunnen verantwoorden. En dan kom je toch altijd weer terecht op een verhaal over
wie je bent. Het is eigenlijk zo simpel. Met een duur woord heet dat narratieve identiteit. Daar is het aan gekoppeld. Hoe kom je dan tot emotionele identiteit? Want dit is natuurlijk een mooie prestatie van therapeut Jean. Die herstelt zich daar uitstekend. Maar hoe doe je dat nou in de praktijk van alle dag in Nederland, in restaurants, organisaties en in beroepen? En ik denk dat we daar een paar dingen voor nodig hebben. Eerst en vooral bewust worden van het feit dat er emoties, morele emoties zijn. En welke er dan zo te onderscheiden. Daar is taal voor, die heb ik nou eigenlijk aangeboden in dit boek. Die taal moet je eigenlijk eerst eigen maken. Je bespreekt dat met elkaar, je weegt dat af. Uiteindelijk doe je dat vooral zelf en dan maak je een keuze in. Dus wat helpt is hier zelfstudie, coaching, intervisie of training. Vergis je niet, het lijkt er wel een beetje op, maar het is niet zo. Dit gaat natuurlijk niet alleen maar over individuen, besturen, directies, teams. Dus min of meer als een eenheid voelen en zich ook voelen als zodanig, kunnen ook emotionele integriteit wel of niet bereiken in hun gedrag, in hun keuzes, in hun beleidsbeslissingen. Dus het gaat niet alleen om individuen, het gaat om in feite morele actoren. Ik ga er ook aanbod op ontwikkelen, maar ik denk dat heel wat mensen het gewoon zelf kunnen gaan doen. Ik zal wel komen met presentaties, met workshops of trainingen. En dan ga ik werken met dramafilms natuurlijk. Maar ik doe het bij voorkeur via maatwerk, dus toegesneden op de situatie van de opdracht zijn incompetente trajecten. Daarnaast ga ik ook een trainer doen. Hoe werk je nou met dramafilms als het gaat om morele emoties in clubs, in groepen? En daar zal ik over een tijdje het een en ander voor gaan opschrijven op mijn eigen site. Dat zal zo half augustus zijn. Eigenlijk is dit boek, Emotionele Integriteit, een afsluiting van een trilogie. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik het bijna af had. En toen kwam dat idee ook op. En eigenlijk valt, ja, hier wordt alles gekoppeld. Het eerste boek was Veranderd Diagnose in 2008. Dat ging over eigenlijk de stelling dat wil je een organisatie veranderen op een succesvolle wijze, voornamelijk van onderop, dan zul je een goede analyse moeten maken van de onderstroom van die organisatie. En hoe doe je dat dan? Wat zijn de gebruiksmiddelen daartoe? Een paar jaar later kwam ik met het boek Professionele Ethiek. En dat was eigenlijk een heel ander verhaal. Dat ging over de constatering dat heel veel mensen eigenlijk over morele kwesties niet zozeer nadenken, maar een buikgevoel hebben. En ja, dat kan wat systematischer allemaal. Dus ik heb proberen te beschrijven hoe je nou procesmatig verantwoord een moreel besluit neemt. Dat is voor een groot deel bovenstroom. Dit boek is natuurlijk dan eigenlijk de koppeling. En daarom ook de ondertitel, de onderstroom van professionele ethiek. Dus wat zit er dan in de onderstroom van morele besluitvorming? Dat maakt dat de zaak niet zo eenvoudig is als dat je het allerlei rationele procedures en processen op los kan laten. Er is meer aan de hand. En dat zijn dus morele emoties. Dat bracht me er ook toe dat ik eigenlijk moest zeggen, wat verbindt die drie boeken dan eigenlijk? Wat is nou het thema van die trilogie? Ik kom op het volgende uit. Het gaat over emoties, in het bijzonder morele emoties in de onderstroom en argumenten in de bovenstroom van professies en organisaties. Dat neem ik altijd samen. Aan de hand van beeldende kunst, romans, poëzie, toneel, speelfilms en foto's. Met het doel de lezer tot beter begrip te brengen van morele emoties, of emoties, en argumenten in hun contexten. En de noodzaak met beide, emoties en argumenten, rekening te houden in de alledaagse praktijk van besluiten, leren en veranderen. Dank allemaal voor de aandacht. En na zijn inleiding ging Rob van Es het eerste exemplaar overhandigen. En hij maakte een inleiding en voerde de spanning steeds meer op. Wie zou het eerste boek krijgen? Hij haalde mij in 98 binnen bij de Universiteit van Amsterdam. En daar maak ik nu net geen 22 jaar vol, want ik stop de volgende maand mee.
Hij haalde mij 2 jaar later binnen bij CEO in Utrecht. Voor organisatie professionals. En daar heb ik 10 jaar lang trainingen gegeven. Wij hebben samen zeker gewerkt aan 3 boeken. En alles bij elkaar, denk ik dat die ervaringen voor mij bepalend zijn geweest om mezelf te ontwikkelen als professional in mijn vak. En voor die zaken ben ik je dus zeer dankbaar, Jaap Boonstra. En daarom is het mijn genoegen om hier, hebben wij het boek, nog keurig, de eerste officiële exemplaar, het officiële eerste exemplaar, gepakt in zilverfolie, om je dat nu te overhandigen bij deze. En daar gaat hij, alsjeblieft. Rob, fantastisch om dit van jou te mogen ontvangen. Echt geweldig. Ik ga het ook uitpakken. laten. Het is... ik laat hem ook nog even zien aan ieder. Een prachtig boek geworden. Ik heb het met plezier al mogen lezen toen het met de Expresspost afgelopen week binnenkwam. Het is interessant dat je refereert aan de UvA en aan CEO. Want ik denk dat je eigenlijk al je hele leven bent gefascineerd door film. Dat kan bijna niet anders. Jij noemde zelf 2008, het boek Veranderdiagnose, waar film ook al een belangrijke rol speelt in het inzoomen en het uitzoomen en de personages. Eigenlijk nog wat als een metafoor. En ik weet dat we in die leergang of die module waar je aan refereert, over Veranderdiagnose, dat we daar films lieten zien. Eén ervan was Modern Times van Charlie Chaplin, om de machinebureaucratie te tonen. En een andere was inmiddels ver verouderde films, die veel minder kwaliteit hebben van wat je nu doet. Een documentaire over cultuurverandering, gebaseerd op In Search of Excellence. Maar uitermate illustratief. Wat we daar ook deden was meervoudig kijken, onder andere aan het boek van Morgan. En het is ook interessant dat die manier van kijken ook in jouw 3-luik weer terugkomt. Het is een eer om je boek te mogen ontvangen. Het is, we hebben een mooie reis gemaakt. Maar je bent wat film betreft natuurlijk veel verder en veel dieper gegaan dan ik ooit heb gedaan. En dat is toch super interessant, vind ik. Want het is een mooie selectie die je maakt, ook in het laatste boek. En er is denk ik nog wat anders aan de hand. Het is een reis terug, maar tegelijkertijd ver vooruit. Laat ik het zo noemen. Want ethiek, dat was je promotieonderwerp. En filosofie, dat was jouw studierichting. En als ik nu kijk naar dat 3-luik, dan ben je nu eigenlijk terug in mijn ogen, als ik het boek lees, weer wat meer naar de filosofie. De beschouwing, de waarneming. Dus het is interessant om te zien hoe je een reis hebt gemaakt met film, waarbij die film steeds belangrijker werd, en tegelijkertijd reis terug naar de filosofie, om daarmee nu op een fantastische manier ons allen dit boek te geven. En ik weet zeker dat het universum zich daardoor een klein beetje zal veranderen als inspiratiebron voor velen. Veel dank. Ik waardeer het zeer. Ah, dat zijn mooie woorden. Inderdaad, het doet me herinneren aan het feit dat we bij die trainingen met CEO veel met film gewerkt hebben. Altijd ter ondersteuning van andere posities natuurlijk, maar niet te min. En dat laatste wat je zegt, ja, dat is ook zo. Ik heb ook inderdaad het gevoel dat het allemaal weer een beetje teruggaat naar oude interesses. Ik begin de laatste tijd ook weer terug te kijken naar mijn proefschrift, waarvan ik denk, zou ik daar toch niet iets nog een borduurlijntje verder moeten gaan en dat koppelen aan hetgene wat ik nu aan het doen ben. Maar ben ik nog niet er. Maar dit stimuleert mij wel om daar nog weer verder op in te gaan. Hartelijk dank, Jan. En na deze rite passage van de overhandiging van het eerste boek en de dankwoorden, werd er nog een glas geheven. Er werd nog gechat en nagepraat. En het zou nog lang rumoerig blijven in Nederland. Het boek Emotionele Integriteit is nu te koop in de boekhandel.